van de week. Daar rekende Nienhuis op. Dat is al vlug zeg in de wedstrijd. Hij krijgt zo een nieuwe. Van de streek. Wellicht die de bal niet vol raakt, waardoor Barto toch nog een kansje heeft. Appel voor Hens. Blom staat daar vlakbij. Heel dichtbij. En Barto wordt daarom hier terug geweest. Ja. Geen onnatuurlijke beweging, et cetera, et cetera. Afijn, we kunnen de verhalen eindeloos herhalen. Dijks. Ja. Van de Beek. Clement. Moeite met de aanname. De Jong. In één keer geprobeerd, maar niet zo heel erg goed. Waardoor Hoefdraad. En er de eerste kans komt voor Cambuur. En de voorsprong daar is. Het is zo'n afgestraft foutje. En Barto is de man die daarvan profiteert in de 20e minuut. Zo is er over gesproken. Hier De Jong met het iets nonchalante tikje in de richting van de Beek. Maar dan moet Cambuur nog een heel eind. Is Hoefdraad hier omringd door 4 Ajaxiden. Dan loopt Barto zich op tijd vrij. En grote complimenten voor Cambuur. Want dat speelt dat fraai uit. Dat is allemaal helemaal waar. En Barto dus inderdaad te maken. Maar ze mochten er makkelijk doorheen. Dat was TT in eerste instantie goed en rustig. Terwijl Ajax nu een vrije trap mee krijgt. Daarna levert hij de bal toch weer in. Ja, Ajax moet uitkijken dat het niet nog een keer in zo'n val loopt. Cambuur is scherp. Schilder kan voorlopig althans niet verder. Raakte even eerder geblesseerd aan de lies. En dat ziet er niet echt goed voor hem uit. En Houtkoop komt in zijn plaats. Hij kan dus niet verder. Dat is zuur voor Robert Schilder. Tegen Ajax voetballen zal ook voor hem, ook al is het allemaal wel jaren geleden, toch iets speciaals zijn. Wie? TT. Schot geblokt. En de volgende poging is er zo eentje waar je dan een beetje mazzel mee moet hebben, zullen we zeggen. Een mooi paasje tussendoor. De kans op 2-0. En het is 2-0. Hoe scherp is Cambuur? Twee kansen, twee goals. En weer is het Barto. Dit keer op aangeven van de streek. En zo hoort het in een bekerwedstrijd. Al zal alles wat Ajax is daar anders over denken. Verrassende wendingen. Verrassende tussenstanden. Maar kijkend naar het wedstrijdbeeld. Ajax heeft nog niks gecreëerd. Wel veel de bal. En Cambuur wacht geduldig op slordigheden. En kijk eens hoe rustig hij hem in de verre hoek schuift. Wie van deze heren moet nog aan de bak? Of laat Bos het zoals het is en laat hij ze proberen zelf uit de problemen te laten komen. Pasen van de Beek, hoe kun je het doen? Nou, je ziet het hem doen. En dan kan Cambuur er weer uitkomen. Montero. En aan de voorkant is hier weer een grote kans voor Barto, maar dit keer komt hij niet aan schieten toe. Lichtzinnige Ajax. Dit keer niet afgestraft. Ja, en dat is aardig gekopt. Tenminste, de poging was er. Schampte de bal. Casiera. Het moment waarop de wissels komen. Younes, Schöne en Dolberg. Dat zijn de mensen die er dadelijk in gaan komen. Dan zijn we er ook maar meteen vanaf, zal Bos denken. 25 minuten nog. 2-0 voorsprong voor Cambuur. 96 was dat ook zo. Schöne. Bal van richting veranderd, hoekschop. Ja, dat is van dichtbij. Raak. Ajax doet dan wat terug. Meteen na alle wissels. Of het een met het ander te maken heeft. Het zal wel. Clement is de man die scoort. Op driekwart wedstrijd is het weer een wedstrijd. Helemaal vrij en toch ook niet de grootste.
probeerde nu even met veel mensen druk te zetten op de helft van Ajax. Cambuur. Weer Montero daar scherp tussen. En dan is Cambuur weer weg, wilde ik zeggen. En kan de wedstrijd beslist worden door een man die al twee keer scoorde. Maar ja, zo makkelijk was het niet. Montero is de man die heel goed druk zet. En dan komt de bal uiteindelijk weer bij Barto. Hoefdraad. 4-5 spelers van Cambuur zwermen uit. Eén daarvan is Houtkoop. Geeft hem daar keurig. Maar dan wordt hij door Van der Streek niet meegenomen. Mooi. Gino. En Vader Bos. Cassiera. Clement. Clement, goed binnendoor gegaan als hij hem nu... Ja, dat was te verleidelijk. Maar dan toch te wild geschoten. Had de held kunnen zijn. Werd het niet gezegd, deze beweging is alleraardigst. Kun je toch zien dat Houtkoop niet echt een verdediger is. Maar dan is dit op de lat, dat is waar. Maar ja, dat is dus niet genoeg. Ga staan als je voor Cambuur bent. Bal weggehaald. Half en half door Van der Streek. Ja, uitkijken. Want dat is waar Cambuur op jaagt. Barto. Nadat TT lichtzinnig was. En dan is het geen buitenspel hier aan deze kant. En kan het zomaar 2-2 worden. Maar dat is Nienhuis die dat weet te voorkomen. Het is niet echt een spits die daar de kans krijgt. 4 geven. Maar een kans was het. Hij komt een beetje aan de zijkant uit. Hij krijgt nog een duwtje. En daar kan hij er eigenlijk vanuit die hoek. Al bijna niet meer in. Nouri krijgt hem terug. Nouri. Ja, dat leek gevaarlijk, maar Nienhuis staat precies daar waar hij wezen moet. Verrassing zit eraan te komen. Rottijd achter de rug als je Cambuur-fan bent. De laatste weken gaat het dan wel wat beter. Maar ja, dit is wel een hele mooie opsteker. Weer weggewerkt. Blom heeft de fluit in de mond. Cambuur schakelt Ajax uit. En het doet het door keihard te werken. Door in de eerste helft de betere ploeg te zijn. En zeer effectief toe te slaan via Martijn Barto. En in de tweede helft uiteraard kreeg Cambuur toen wat lastiger. Maar ook niet echt veel lastiger. Clement scoorde nog wel tegen. Ajax wisselde 3 keer. Bracht Schöne. Bracht Younes en bracht Dolberg. En dat leek even de ommekeer te kunnen zijn. Maar dat was het toch niet. Cambuur, 8e in de Super League. Verslaat Ajax.